Wat noviteiten betreft op de Agritechnica is er niet met name de driftbeperking die de laatste jaren toch wel centraal staat. Wat je hier ook ziet en wat in Nederland ook heel belangrijk is, is reinigingssystemen. Zorgen ook dat er zo weinig mogelijk restvloeistof overblijft na het spuiten. Hier staan we bijvoorbeeld, en zo zijn er meerdere fabrikanten, met de Agrifac in de stand. We hebben het GreenFlow Plus systeem, zoals je hier ook achter ziet. Een systeem waarbij je zorgt dat de reiniging plaatsvindt door middel van een soort verdringingssysteem. Vele systemen verdunnen de restvloeistof, waardoor je best veel water nodig hebt om uiteindelijk je spuit schoon te krijgen. In dit geval, bij de GreenFlow Plus systeem, zorg je ervoor dat je ook door een technische oplossing eigenlijk de boom aan beide kanten schoonspoelt. Waardoor je eigenlijk geen een verdringingseffect hebt. Het voordeel voor de boer is natuurlijk dat hij in een zo kort mogelijke tijd een schone spuit hebt. En vaak zie je bij het boerenbedrijf dat ze extra schoon water gaan gebruiken om zeker te weten dat de spuit schoon is. Dus extra schoon water, dat betekent ook dat je extra moet spoelen en dat extra tijd kost. Als je van het ene gewas naar het andere gewas gaat, wil je in zo'n kort mogelijke tijd eigenlijk zeker weten dat die spuit schoon is, waardoor je heel snel weer een ander perceel kan spuiten. En dat is gewoon belangrijk, tijdswinst, maar ook uiteraard milieuwinst. En op die manier kun je misschien met in plaats van 15 liter of misschien van 50 liter een spuit volledig schoonmaken. En hoe minder je aan schoon water nodig hebt, des te beter dat het ook voor het milieu is, want dat moet je uiteindelijk allemaal weer kwijt.